zijn op een kerstmarkt waar we nog niet zijn geweest. Dank je. Hoe blij ben je? Oh. Kijk even. Ja, dat is de laatste bocht! Hallo, Lua. Ik ben Lua. Ik ben leraar. Ik was altijd de kampioen vroeger. En ik had geregeld dat hier mijn haar in de kou zat. Goed doorkouwen. Als ik een dikke stukken kunnen super. En toch een beetje geluk, hè? Nee, ik ga niet goed, denk ik. Over 400 meter gaan we recht. Roos en ik gaan straks naar binnen. Roos, Sofia, jij gaat parkeren op een stoep met je alarmlichten aan. En wij doen alsof we geen Duits kunnen als we aangesproken worden. Met een riem. Als dit gebeurt, heb ik zoveel paniek. Rosa, mama zei dat jij en mama dat hadden. En dat jij in de berm was gaan staan. En dat je gewoon doorreed in de berm. Terug uit Giethoorn. En het was bijna een snelweg, zo'n 100 weg. Naar de berm, want er was maar één weg. En Roos, oké. Die rijdt naar de berm, maar die mindert niet eens vaart. Die blijft gewoon 80 of zo rijden in de berm. Hoi, leuk dat je weer naar een nieuwe weekvlog kijkt. Het is vandaag zaterdag en ik open de vlog op zaterdag, want we zijn in Keulen. We zijn een weekendje na de kerstmarkt. We slapen hier ook en we hebben net een hele reis gehad. De reis ging best voorspoedig tot het laatste moment, want toen moest Joanna gaan navigeren. Toen gingen we naar het verkeerde hotel. We zijn al ingecheckt, maar het regent, dus dat is een beetje jammer. Toen we hierheen gingen was het echt vet mooi weer, wel koud, mistig en zo, maar heel mooi. Ja, en nu schijnt zelfs de zon in reis, maar hier niet. Maar we maken er het beste van. Ik heb nu champignons met knoflooksaus of zo. Maar ik wilde het eigenlijk niet filmen, want ik dacht, ik had er gewoon echt geen zin in. Maar het is zo lekker dat ik wil onthouden, dit moment. Het ziet er ook nog heel smakelijk uit. De regen is gestopt, dus daar zijn we erg blij mee. En we lopen gewoon lekker rond. We zijn inmiddels bij onze tweede kerstmarkt. We hebben er al één gehad. En deze is heel erg leuk, want Joanna, hoe noem je het nou, Jo? De kerstmarkt in de Groot. De kerstmarkt in het echt. Lua moet alleen slapen. Ik zal even laten zien wat ik bedoel met een kerstdorp in het echt. Dit is dus wat ik ermee bedoel. Kijk, als ik inzoom, het draait en beweegt en maakt muziek. De achtergrond hoor je Lou. We zijn ons even aan het opwarmen in een restaurantje. Hoeveel kerstmarkt hebben we al gehad, Jo? 3 van de 5. Wow, en we zouden eigenlijk vandaag 3 doen en morgen 2. Ja. Ik ben even snel aan het passen naar Zara. Eindelijk mag het mondkapje af. Die moet echt overal op. Ook buiten op de kerstmarkt. Winkels staat er alles. Ik ga het even snel omkleden, want Lua is erg aan het schreeuwen. Dus dan wil ik haar niet te lang laten schreeuwen in de Zara. Ik vind het truitje wel erg leuk, maar deze rok niks en die split ook niet. En ik dacht, oh, ik kan in deze rok lekker veel eten. Dat kan wel, maar ik lijk net zwanger nu, joh.
Dus het truitje twijfel ik over. Ik vind hem hier heel leuk, omdat hij echt zo lekker strak zit. Maar ik vind hem hier wat te breed. Kijk nou, dit is zo raar. Nee, het was hem niet, beide niet. Ik doe het niet, maar ik zag net het heel schattig voor Lua bij de kinderafdeling. Dus ik schreeuw zo naar de andere kant, want ik dacht dat het Noah was. Noah, welke maat heeft Lua? Maar ze reageerde niet. Dus wat doe ik? We zeggen even dat dit blauwe topje Noah is. Dus ik doe zo, Noah, welke maat heeft ze? Ik zei zo, Noah, dat is die vrouw zo. Sorry, was het een andere vrouw? Dat was heel awkward. We zijn aangekomen weer in het hotel. Ik zal even snel een roomtour doen. Het ziet er alweer uit. We zijn hier echt een paar minuutjes. We gaan zo even wat eten, avondeten. Om 6 uur al, zodat Lua nog mee kan. We komen hier binnen. Dan heb je hier de badkamer. Even kijken, doet een lamp hier het? Ik heb de lamp gevonden. De douchetafel. Ik vind het wel een heel leuk bangetje. De wc is het afgesloten. Hoe fijn als het een beetje stinkt op de wc. Ik vind de douche trouwens ook wel erg leuk. De kast, dit hebben we even uit het babybedje gehad, want dat was niet helemaal veilig. Dit is dus een zooi geworden. Wel erg leuk behang. Een lampje. En het bed van Noah en mij. Noah is erg blij met het hoge bed, want ze houdt van hoog slapen. Ben ik wel met haar eens. En het bedje van Lou. Hé, ik slaap naast Lou. Gezellig. En hier hebben we nog uitzicht, maar het is inmiddels al donker. De kathedraal was Joanna dacht, maar dit is dus niet een de kathedraal. Zij hebben gedacht dat dit de kathedraal is. We zijn onderweg naar het avondeten, maar we zitten heel erg dicht bij het station. Als je dicht bij het station zit, zit je dus eigenlijk ook altijd dicht bij het centrum. Tippie van mij voor jullie op deze zaterdagavond. Wij gingen allemaal door het stoplicht. Sophia bleef achter in haar eentje. Hoi, Fie! We zouden eigenlijk naar Indonesië gaan, maar dat was te ver lopen. Het wordt vandaag de Five Guys. Ondanks dat we in Duitsland eten, toch de patat in Nederland. Nee. Dus nu gaan we even naar de Five Guys. We hebben één zak. Dit is gewoon friet. Lekker. Hoe gaan we dat neerleggen dan? Gewoon op de... Nee, het zijn weten. Het was Joanna. Joanna gooide mijn camera op de grond. Nee. Ik heb echt het idee dat Bonnie voor mij een keer is gevallen. Dat hij daar dan niet meer goed scherp stelt. Overal moeten wij ons paspoort laten zien. Ja. Overal. Ja, winkels, alles. Dames en heren, Sophia en ik mochten net Primark niet in, want we een stoffen masker hadden in plaats van een FF2 of een medisch masker. Dat was echt sick hier. Ja, we hebben maar 24 uur gepraat. Ik ga het wel even vragen. Contact, het is vandaag zondag. En we hebben heerlijk geslapen. Roa is maar een paar keer wakker geworden, maar niet echt 's nachts. Toch? 5 uur. Ja, 5 uur. Maar niet om 3 uur. Wij gaan nu even uitchecken en dan gaan we nog de kerstmarkt op. Maar de kerstmarkt is pas om 11 uur open. Wie bedenkt dat nou? We zijn aan het ontbijt op de kerstmarkt. We zijn begonnen met een pretzel. Maar we gaan even naar een andere kerstmarkt, want deze kerstmarkt hebben we al gehad. Lekker, joh. Ja, maar jammer dat hij niet warm is. Ja. Jo, mag dat, hè? Maar een klein stukje met kaas. Kijk, hij is met kaas. En Lou geniet er ook van. We zijn op een kerstmarkt waar we nog niet zijn geweest. En ik zie nu al poffertjes en churros en wafels. We moeten nog ontbijten, dus dit komt goed uit. Wat ga jij ontbijten, Lot? Weet je dat? En churros. Ik wilde eigenlijk keizersmarren, want dat mis ik zo erg. Maar dat heb ik gewoon nog niet gezien. Dus ik ga eerst een goed rondje doen op de kerstmarkt. Dan hier de fiets, hè? En dan maak ik een keuze. Dat gaat toch beter uit? Ja, hoe leuk. Alles is ook handgemaakt. Maar goed, we gaan door naar eten. Ja, dit is een heel leuk kerstmarktje. Joanna heeft volgens mij deze. Ja, een uur. Ik vraag me ook altijd of je overal zo mag. Ja, ik doe gewoon net zo lang filmen totdat ze iets zeggen. Maar welke heb jij nou, joh? Die, dat soortje. Oh, deze? Die is wel heel leuk. Die is leuk, hè? Ja, die is
lijkt op Ella's huis. Ja. Enchanted. Ja. En ik vind het dus heel erg lijken op de huizen in Soho. Ja. Ik heb nog iets meer, want die is met blauw. Die molens hier gaan zo snel. De reuzenrots is er ook al. Churros en poffertjes als ontbijt. Beter kan niet. Kijk, Hamilton die loopt Max te pesten nu. Nu moet hij er langs. Wanneer zegt hij dan dat ik ga? Dit is het einde echt. Dit is het spannendste einde ever. Kom op. Nee! Kijk even. Ja, dat is de laatste bocht! Oh, ik dacht dat je eruit stond. Stop in mijn huis, Via, stop in mijn huis! Ja! Ja! Hij staat al klaar! Hij is zo blij! Hoe blij ben je? Sick! Hoe blij ben je, Bo? We keken net naar de race van het jaar. En we waren niet zo heel. Wij zijn helemaal niet fan. Alleen het laatste stukje was echt zo mega spannend. En op de een of andere manier, als het gaat tussen Nederland en een ander land, zijn wij altijd fanatieker dan ooit. WK, Songfestival, WK wel. We zijn echt een nationalisten. Ja, soms tot het journaal aan Nederland, 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 Nederland. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag, dus helemaal niet maandag. Ik kom net uit de stad en ik heb even boodschappen gedaan. Ik moest even wat brood halen, want dan hadden we niet meer. Normaal gesproken zorgt mama voor het brood. En ik doe altijd de rest van de boodschappen. Maar mama en papa die zijn in Engeland. En dan vergeet ik dat. Dus Lotte vroeg vandaag expliciet om, dus dat heb ik even gekocht. En ik heb even wat rucola meegenomen. En voor de rest, rucola. Oh ja, even wat groenten. Om nu te eten tussen de middag. En ik heb deze petit foodjes gehad. Want ik weet niet of ik dit erin laat of dat ik eruit moet knippen. Sophia heeft nu afrijden voor aanhanger. Maar ze heeft tegen hem verteld. Omdat ze heel zenuwachtig is. Maar als ze is geslaagd krijgt ze het. En anders is het troostprijsje. De gebakjes zijn aangebroken. Kijk. Want Sophia is geslaagd. Ze was zo blij. Hallo, het is vandaag dinsdag. Ik ben naar school geweest. Het was een erg lange dag. Ik vond het erg lang duren allemaal. Persco is op. En dat betekent dat ik 1 week extra vakantie heb. Nou, eigenlijk... Poepzak. Zij niet. Eigenlijk, waarschijnlijk zit ik op de noodopvang. Omdat ik niet een eigen groep heb. Maar dat weet ik niet zeker. Een dag misschien. En ik moet een video opnemen. Voor mijn master. Maar dat doe ik nu volgende week. Want dan is er toch niet, zijn er toch niet zoveel op school. Alleen de kinderen met noodopvang. Dus ik ga wel naar school. Maar niet voor de klas. Wil je nog wat vertellen, Sophia? Over je geslaagd? Ben je blij? Ja. Ze had het dus tegen niemand verteld. En de vorige keer wel. En ik denk dat dit haar heeft geholpen waardoor ze is geslaagd. Nu maakt ze pannenkoeken. Hoe heet die? Ik heb gewoon pancake mix gehaald. Van de Albert Heijn. En dan doe ik er nu proteïne dingen doen. Oh, en hoeveel melk dan? Moet je dan ook extra melk? Nee. Ik doe dan gewoon evenveel melk als zelf. Wil je even laten zien wat zo het eindresultaat is? Ja. Oké, okay, hallo kijkers. Ik neem de vlog eventjes over. Ik ga nu pancakes maken. Dat heb ik gedaan met gewoon de pancake mix van de Albert Heijn. Ik vind het heel awkward om te vloggen. Ik snap niet hoe Joanna en Rosa dit kunnen doen zonder self-shame. Maar goed. Ik heb het idee dat deze pancake mix veel te dik is. Want ik kan hem letterlijk op de kop houden. Het kan toch niet goed zijn? Net deeg. Ik kan er wel brood van maken. Goed, ik ga even dit proberen te fixen en jullie zien mij zo weer. Sophia is druk bezig. De tweede zit erin, de eerste is klaar. Nou, ik ga gewoon proeven voor jullie.
Best lekker. Zijn dit American pancake mix, want hij is wel dikker en dat vind ik wel lekker. Ik hou van dikke pannenkoeken. Weet ik niet. Gewoon een naturel. Dat kan niet meer. Dan wordt hij door de eiwitpoeder duidelijk wat dikker. Het worden dus echt van die fluffy pancakes. Ik vind het heel lekker. Maar Sofia volgens mij houdt meer van dunne. Nee, ik vind dit ook lekker. Ik had expres dikke gehaald. Dus jij hebt wel dikke pancakes? Dit is geen normale pannenkoekenmix. Dit is pancake mix. Oh ja, dan zijn dus dikke pannenkoeken. Wij eten vanavond. Plataart. Ik snel weer de oven in, want hij koelt af. De overige groenten heb ik in een pannetje gedaan. Dan kan ik dat even wokken. En dan eet ik dat ernaast. Voor de rest heb ik net even gesport. Lua is ergens ziek, heel zielig. En Noah die heeft morgen een tuin in Amsterdam. Dus die gaat zo naar Amsterdam. Maar ja, niet ideaal natuurlijk nu Lua ziek is. Daarnaast wilde ik nog zeggen. Gisteren had iemand voorgelezen op de master uit dit boek. En ik zocht dit boek dus overal. En op bol.com was sinds enige winkel nog te verkrijgen. Want dan wordt niet meer gedrukt. €34. Dat ben je helemaal gek. Dan had ik wel een marktplaats gevonden voor €2. Je ziet wel dat hij gebruikt is. Kijk. Maar voor €2,34. Ik weet het wel hoor. Wil je nog wat zeggen? Ik ben ziek, hè? Ja, heel ziek. Dank. Ah, het is niet jouw dag, hè? Ze ziet echt heel zielig uit op de camera. Ja, maar ook in het echt. Kijk dan. Ja. Liefie. Die tranen ook. Die tranen blijven helemaal op haar gezicht zitten. Zo dik zijn ze. Maak je moeder niet kapot, hè? Pak maar. Oké. Okay. Ik kan het zelf aan. Moet je me nou niet even mee? Goedendag, het is vandaag zaterdag, geen ochtend meer. Ik heb 2 dagen niet gevlogd. Wij gaan even de stad in, maar ik had 2 dagen niet gevlogd. Ja, scholen gingen sluiten, dus ik had best veel te doen. En ik heb gewoon een lange vlog al. Wij gaan nu even de stad in, want er zijn coronamaatregelen aangekondigd. We gaan naar de stad en we gaan altijd op zaterdag naar de stad. Maar het zou druk zijn wegens coronamaatregelen. Want die zijn aangekondigd. Vanavond weer een persconferentie. Ik zeg het je, dit is de eerste week dat je 2 persconferenties hebt. En de eerste keer dat je 2 persconferenties hebt in 1 week. Altijd als er zo'n maatregel aangekondigd bent, ben ik heel enthousiast. Maar ik bedoel niet dat ik hier blij mee ben. Maar... Nou, ik niet. Nee, want Noah die heeft heel hard geleerd voor de toetsen die ze maandag en dinsdag heeft. Maar en ik had helemaal mijn week leuk gepland. Ja, want daarna is het helemaal klaar. Maar ja. Er zijn mensen die het echt zwaar hebben. Ja. Ja, het is wel... Ik ben heel benieuwd vanaf wanneer het ingaat. Of morgen. Ik denk maandag. Of maandag. Wij stellen niet helemaal scherp, maar goed. Wij zijn de stad in geweest. Het was zo ontzettend druk. Omdat er natuurlijk was afgekondigd dat de maatregelen weer ingingen. Ik zag net dat het vanaf morgen is. Eigenlijk zou ik morgen gaan high-tea'en in Nijmegen met Sam. Maar dat gaat er helaas niet door. Volgende week zie je dus helaas geen high-tea. Maar ik heb wel koekjesmix gekocht. En die ga ik denk ik volgende week maken. Dat zie je volgende week. Vond je nou een leuke video? Trouwens, er is woensdag een hele leuke video online gekomen van Joanna. Waarin ze 50 minuten go-boxen ging unboxen. Dus mocht je die willen zien, zal ik even linken. En dan zie ik jullie volgende week weer een nieuwe weekvlog. Bedankt voor het kijken. Doei doei. Kom, kom. Hallo. Ja, goed zo.